Deze nieuwsopname is in het kader van een ban die ik gekregen heb van YouTube. Het was veel te beledigend wat ik zei. En jullie zijn razend benieuwd van hoe kan iemand als Perry Franciscus Martinez Winkel, oftewel 059-668-301.nl, hoe kan die een ban oplopen? Nou, dat komt hierdoor. Ik doe even zelf mijn koptelefoon op. En luister ik mee, ja? Komt-ie. Deze nieuwsuitzending is... is er wat nieuws? Even kijken, wanneer was het nou? Wanneer is dit gepost? Dit is... Dit staat op Facebook. Maar... Ja, oké, dat weten we even niet. Het zal wel kort geleden zijn. Het stond net op Facebook. Hè? Doe hem even widescreen, dat jullie goed kunnen meekijken. Hoppakee. Dan gaan we even goed luisteren naar de audio. En ik weet dat er heel veel van die blonde dames zijn. En die willen van die, van die negers. Nou, hier zijn die negers. Wat negers, jullie? Die negers. Kijk eens even. Huh? Wat voor negers zijn dit? Of zijn het geen negers volgens jou? Zijn dit Caucasiërs? Kaklui. Nee, het zijn geen kaklui. Het zijn geen Caucasiërs. Het zijn negers. En wat voor negers dan? En mijn toetsenbord doet het niet meer. Doe maar zo. Verder lastig. Ze spreken ook zo duidelijk. Vind je niet? Volgens mij kunnen zij Grieks en Latijn. Wat doen die lui? Die zitten in Spanje. Maar die komen uit Afrika. Kan jij je voorstellen dat er allerlei jongens uit Gelderland en Overijssel en de Achterhoek en Twente en Groningen of Gudding en Friesland of die Fries, dat wij met z'n allen op de stoep gaan zitten in Somalië? Nee, maar dat doen die Afrikano's, die doen het graag in Spanje. Denken, ja, wij zijn on the up, wij gaan op de stoep zitten in Spanje. Het goede bericht is dat die Hollandse vrouwen, of Noord-Europese vrouwen, die zien uit naar, want allerlei verhalen worden er verteld op internet over die grote, dikke Afrikaanse lullen. Dat bedoel ik niet grof, hè? Ik bedoel grote, dikke Afrikaanse penissen. Ja, nee, ho, ho, hallo, ja. Oh. Wat is hier aan de hand, mensen? Wat is hier aan de hand? Wat doen die Afrikano's in Spanje? Ik geef je 20 seconden. Wat doen ze hier? Rot op. Een beetje de politie lastigvallen. We gaan al die Afrikano's afrekenen op die politieuren. Ja? Dus we gaan vanaf nu beginnen met een inschatting te maken van de kosten per politieagent per uur. Dan gaat het richting de €120. En al die Afrikano's die hier naartoe komen om onze politieagenten bezig te houden. Ja, afrekenen. Aan ons. Een weekje een dochter van ons te verkrachten. Goed voor jou. Oké. Hij is wel duidelijk, hè? Dit leverde mij een ban op. Dit mag je niet zeggen. Mm.
Wat gevaarlijk hoor. Behalve het feit dat ik al mijn uitzendingen, die heb ik hier staan op 2 locaties. 3 locaties, moet ik zeggen. Ik maak me nergens zorgen over. Dan krijg ik een ban op YouTube. Ja. Ja, ja, niet meer dan. Nou en? What do I care? Ben ik antisetimistisch? Of ben ik Dixel Dixies? Dat ik heet dat Dixel Dixisme. Dat je antisetimistisch bent. Nee, natuurlijk niet. Ik ben Perry. Meer niet. Ik ben een mens en iedere heerser, iedere archon, die kan mijn rug op. Toch duidelijk. Of praat ik Frans of zo? Ja. Ter afsluiting ga ik een heel mooi liedje opzetten. En dat is dan. Kijk hoor, niet te heavy natuurlijk. Hè? Ja, ik doe deze. Alle wijsheid ten spijt. Die homo's van YouTube die mij een ban geven omdat ik het heb over gein met Afrikano's. Ik heb helemaal niks met Afrikano's. Maar het schijnt dat die Afrikano's, die negers, dat die naar het noorden komen met behulp van NGO's, non-governmental organizations. Non-governementale organisaties, NGO. Ze worden hier naartoe gebracht en dan zitten die negers allemaal te wachten. Van ja, en nou ben ik hier en wat gaan we doen? Nee, homo, je had in je thuisland wat moeten doen. Een beetje. Ik weet niet hoor, ik vind het ook heel moeilijk om blanke vrouwen te neuken. En die negers, die gaan het dan beter doen. Want ja, wij kunnen jullie vrouwen wel neuken en ja, kinderen maken en gezinnen stichten. Nee, flikker op. En als je dat een beledigend woord vindt, van flikker op, dat is behoorlijk beledigend. Maar die andere is sodomieter op. Ga weg. Nu krijgen wij Hollandse, Nederlandse zang. Komt-ie. Thank you.
buigen zo voorbij. Die tijd, nu is zij een oude vrouw en alle wijsheid en spijt. Met de jaren kwam alleen de eenzaamheid en alle wijsheid en spijt. Met de jaren kwam alleen de eenzaamheid. Eenzaam hart in een donker huis, stil aan wachten dat het overgaat. En zachtjes vervloekt ze het eerste morgenlicht. Voorbij de tijd dat zij niet buigen zou. Voorbij die tijd. Nu is zij een oude vrouw en alle wijsheid en spijt. Met de jaren kwam alleen de eenzaamheid en alle wijsheid en spijt. Met de jaren kwam alleen de eenzaamheid. Gezocht en niets gevonden. Geknokt, maar geen enkele strijd gewonnen. Alle wijsheid en spijt. Alle wijsheid en spijt. Dit noem ik muziek. Dit kan je horen. Hoe... Dit ben ik. René Balduk op de Balduk op de bas. Een tweede stem. En René die gaat nog. Hij kan het wel. Even zijn, maar dat maakt niet uit. Hij zit niet helemaal goed met zijn zang, dat weet ik wel. Dat krijgen we er wel uit. Want ik speel nog steeds met René Balduk. René Balduk op de bas. En Jan-Willem Vermeulen op de drum. Of drums, ja. Opgenomen in een katholieke kelder. Dat maakt er geen drol uit, of wel? Niemand heeft last gehad
toen wij deze opname maakten op een zondagochtend. En Jan Willem was te laat. Ja. Maar niet erg. Hoor je hoe mooi Jan Willem hier drumt? Hoor je dat? Drie mannen aan het muziek maken. Schoon is het. Ik heb nog andere opnames hoor, van lange geleden. Dan deze. Maar deze is mooi. Hartstikke bedankt dat jullie hier naar geluisterd hebben. En op zijn hamburgers. Auf Deutsch. Sag ich. Tschüss. En dag lievers.